een avondje doorzakken en dat ik ook wel echte dipjes kreeg die dat best lang bleven duren. Maar was je alcoholist, vind jij? Ik ga mij niet uitspreken over uh, of ik alcoholist ben of, was of niet. Want ik, dan, als ik nee zou zeggen, dan zou ik misschien een hele groep mensen die wel kampen met een zware verslaving te niet doen, ik denk dat dat er ook niet toe doet. Ik, uh, ik kan enkel afgaan op uh, hoe mijn vrienden reageerden. En die vroegen waarom. Maar je, maar je ik, ik had een verlangen naar controle, soberheid en een gezonder leven. Dat ja. besliste je, dat je niet ja, ik, meer ging drinken. Ja, Ik, ik, ik herken me heel erg in, in jouw verhaal. Want ik dacht, ik ga eens een jaar niet drinken. Even kijken hoe het werkt. Kijken wat dat doet. En ik dacht echt oprecht. Dan kan ik aan iedereen vertellen dat ik een jaar niet heb gedronken. En dan zal ik wel merken, en dan kan ik ook vertellen, dat alcohol dat niet zoveel verschil maakt. Mm -hmm. Maar het maakt wel veel verschil? Um, ik had nooit gedacht, maar nooit gedacht dat ik. Na dat jaar daar 500 dagen van zou maken en dat ik nu na twee jaar nog altijd niet zou drinken. Maar wat is dan het grootste verschil nu in jouw leven, dat je niet meer drinkt. Het leven gaat veel makkelijker. Makkelijker? Het leven gaat makkelijker. Ik had omgekeerde ja. gedacht worden, alcohol maakt het makkelijker, leuk. Je uh, ja, maar um, je, krijgt, je slaapt beter. Dat was, ik dacht altijd dat ik een slechte slaper was. Ja. Ik slaap supergoed. En als je beter slaapt, dan heb je meer energie, heb je meer energie, dan ga je vanzelf gezonder, uh, uh, meer bewegen, ga je vanzelf gezonder uh, eten, en vooral. Voor jou uh, werkt dat is anders. Ja, nee, we... maar op een ja. maand, ik snap u. Oké. Okay.